Pas 12 jaar later, in 1929, een nieuwe tocht. Onder slechte omstandigheden, maar voor het eerst met honderden deelnemers. Favorieten, de Hollanders Cor Jongert en Nico Pronk. Sensationele outsider, Kreenburg, 9 oud. In Kreenburg nog 20 minuten achter de koplopers. In hinderlopen ligt hij 18 minuten op de favorieten voor. Het wordt een geweldige eindstrijd, waarbij Jongert de achterstand op Leenburg tussen Sloten en Sneek voortdurend verkleint en tenslotte nog maar luttele minuten achter ligt. Eerst op het laatste traject tussen Sneek en Leeuwarden kan Karst Leenburg zijn overwinning veiligstellen en enorm is de geestdrift waarmee zijn stadgenoten hem bij de Willemskade binnenhalen.
Winter lei de vrouwt ontbannen, snieën lei oe de lege lannen, die ik te vele kele grijden, dat het donkere skiepje het weiden. Blonk op bjemmen en op skorren, op de huizen van de boeren. Het winter sintje skinderoer, tegen het dek van hoes en toer. Roenom wie het mij snieën bedutsen, het libben lieke wol berutsen. Trekt als wie een witte jiske, zeeft oer alles hinne wiske. En het loed van trein en smitte klonk saffien en uit de vjette, en de lietse meenske stemmen wien al heel net te vernimmen, witte wollen tek en laai oer de loeden van de dij.
18 januari 1963, 5:30 in de ochtend. Start zijn voor de 12e Elfstedentocht. Bij voorbaat staat vast dat dit een bovenmenselijk zware tocht zal worden. Temperatuur 16 graden beneden nul. Een monsterrit van ruim 200 kilometer. En het grootste aantal deelnemers dat ooit aan deze tocht heeft meegedaan. Alleen de zeer sterken trekken door het ijzige Friese Noordpoollandschap naar het hoge noorden. Aangevoerd door Klaas Leffertstra en de gebroeders Ale en Ate Tekken rijdt om precies 9:30 de kopgroep hinderlopend binnen. De alles doordringende stuifsneeuw, het slechte ijs en niet in de laatste plaats de eenzaamheid beuken zwaar op het moreel van Papin. Voor Bart Lehiem krijgt hij een zware inzinking die hij aanvankelijk moeilijk te boven kan komen. Zijn voorsprong loopt terug tot 8 minuten. Als Papin Bart Lehiem passeert, heeft hij zich echter geheel hersteld. In Dokkum om 3:13 is de voorsprong van Reinier alweer opgelopen tot 12 minuten. Hij kan zich dus enkele minuten rust permitteren. Terwijl zich op de grote wielen bij Leeuwarden een grote mensenmenigte verzamelt, begint Papin aan het laatste deel van deze monsterrit. Even voor 4:30 breekt het grote ogenblik aan. Dodelijk vermoeid, volkomen leeggereden, bereikt Reinier Papin, de 31-jarige sportleraar uit Ommen, na een tocht van 10 uren en 59 minuten als eerste de finish van deze moordende race. Van de meer dan 10.000 deelnemers hebben slechts 57 wedstrijdrijders en 72 toerrijders het zo fel begeerde Elfstedenkruis kunnen bemachtigen. Thank you.
En als in Friesland de temperatuur daalt, stijgt de spanning. Er ontstaat al snel Elfstedekoorts. Zal het nu dan eindelijk gebeuren? We hebben er inmiddels 22 jaar op gewacht. Donderdag 21 februari. 20 seconden voor de start, het is mijn laatste aankondiging. Wat een verschil met vroeger, toen krachtige boerenzonen met het melkvet nog tussen de vingers de Friese doorlopers onder hun ongetrainde voeten bonden. Nu schaatsen Jan Wessels en Wim Westerveld, gevolgd door 275 andere wedstrijdrijders, de donkere nacht in. Getraind. Maar toch, het blijven 200 kilometer. Heel Nederland weet sinds die donderdag in februari wat klumen is. In de wedstrijd worden de ruggen gekromd. Halverwege het traject voor Bolsward komt de wedstrijd goed op gang. Een spervuur van demarages. Van Fransbergen, Kooiman en Wardenier zijn het meest actief. En wat te zeggen van Dries van Weijen? Op weg naar Dokkum valt de beslissing. Op de Dokkumer E ontsnapt Kooiman. Van Bentum gaat mee en alleen Niest en Ruitenberg kunnen aanpikken. De rest is kansloos. In 1963 nam de latere winnaar Renier Paping hier een kwartier rust. Het verblijf van de vier koplopers in Dokkum bedraagt ongeveer 1 minuut. Duizenden wachten in spanning op de aankomst van de vier. Jan Kooiman, Jos Nieste, Henri Ruitenberg, Evert van Bentum. Meer dan 25 kilometer hebben ze samengereden. De laatste bocht in de Bonkenvaart. Nog 700 meter. Dan is het de 26-jarige veehouder Evert van Bentum die de Elfstedentocht van 1985 wint. Met chaotische tonelen, net als in 1963. NOS-verslaggever Evert ten Napel interviewt winnaar van Bentum. Vanaf nu een volksheld. In de drukte heeft niemand aandacht voor nummer 5 tot en met 10. Busser, Westerveld, Bakker, Posmus, Vos en Van Weijen. Voor hen is er de anonimiteit. En voor Wim Vos een brede schouw.
Baas, voor mijn gevoel staan we hier midden op de Zuidpool met een of ander idioot in het water. Hoe is het met jou? Het is nog steeds goed, hè? Het is nog steeds goed. Maar ik denk dat er niemand is die had verwacht dat jij op deze koudste dagen van het jaar hier nog zou zijn. Want het is gevoelsmatig nou min 30 ongeveer vandaag. Ja, ik denk dat degenen die me een beetje kennen dat die het wel verwacht hadden. We geven het rijk niet op. Maar dit is toch extreem? Dit is toch idioot? Nou, dit is niet idioot, maar dit is wel fris. Welkom bij Nieuws TV. Het gaat iets langzamer dan IJsspeedway, maar het is zeker iets totaal anders dan schaatsen. Zaterdag werd in Joure het wereldkampioenschap Solex Racen op ijs gehouden. Kijkt u naar de volgende sfeerreportage. Yeah.